Benen naar achteren en teugels op maat. Estafette. Omstuur. Zo, Tessa is nu in de les. Allemaal andere meisjes. Ook Barney, haar geliefde pony. En Tessa gaat cavaletti lopen. Daar komt ze tatatatara ertussen. Barney denkt, ik heb helemaal geen zin om er overheen te lopen. Ik ga er wel los. Nou, dan gaat ze weer. Ja hoor. Wacht, heel even. Tess, op wie zitten we? Zit je vandaag? Zippo. Hi Zip. Nou, geen zwaaien. Zo, Tess weer eens lekker aan het draven, Vroontje. Zo, net gesprongen. En Vroon is moe, dus nu komt Tess erop. En die is lekker even nog aan het uitdraven en stoppen. Zo, vogeltje, watertje, Tessatje. En daar komen ze. Ze gaan alleen de andere hal in. Je moet die hal in, schat. Hier is het vol. Ja, omdat dat makkelijker is voor Kim, denk ik. Dus je moet even de andere hal in. En de dametjes zijn nu in de bak. En dan mogen ze lekker gaan rijden. Ik zit er in één keer op. Tada! Dat is een trucje, hè? Tessa al de hele tijd omvraagt is of ze mag galopperen. Nou, als het goed gaat, gaan we dat vandaag eens proberen. Spannend. Nou, we gaan het proberen. Poetsen. Ik zeg, je moet er wel warm houden, want het is geschoren, het is 0 graden. Zo, Tessatje is lekker aan het rijden. Deze prachtige beelden nemen we afscheid van Sterren. Vergeten zullen we haar natuurlijk helemaal nooit. Lieve Sterren, rust zo. Ik film wel om je heen hoor.
Ja, nog maar stappen. Beetje doorstappen. Dat is eraf. Zo, monster 1 en monster 2 in de les. Ik vind het allebei volgens mij best wel lastig nog. Twee dagen stilgestaan, maar ja. Als je iets geeft, brengt die hals voor je uit. En die ringvinger. Zo, ons testje is aan het losrijden. Volgens mij is het veel interessanter om te kletsen dan om te rijden. Ja. Vandaag zitten we met Speedy Gonzales in. Tessa is hier aan het oefenen voor het losrijden van morgen. Hoe ging het bij jou? Best goed. Ja, lukt het om je benen wat stiller te houden? Ja, zo. Echt, ik had het met raven. Geloof ik. Als het wel doet, dan vindt Tess het zo leuk dat ze het gewoon blijft doen. Rustig blijven. Naar rechts. In de F5 moet je doorzitten. Wel van heel goed doorzitten. Maar Tess, die vindt het wat moeilijk. Ja, doe maar dat, doe maar dat. Nee, lager, hand omlaag. Ah, oh, Bel is ook een brave bassie ook, hè. Bel, je bent geweldig. Nou, we zitten er inmiddels op. We zijn opgezadeld. Hier komt het monster voorbij gereisd. Gaan we op reis. We gaan kijken naar een knappe Palomino Mary. Ik ben benieuwd of het gaat worden.
moet jouw eerste reactiebeen zijn. En nu hebben we die reactie even heel groot. En ja, braaf. Niet te strak blijven. Goed zo. Deur aan.